We zijn onderweg naar CC Fashion. En dat is niet omdat Wouter een nieuw shirtje nodig heeft. Maar een nieuw shirtje gebruiken. Ons Rocket League team, Team Power Unlimited, die hebben wel een echt shirtje nodig. Een professionele e-sport gear. En we zijn bijna zover dat we een logo kunnen presenteren. Maar in de tussentijd gaan we dus alvast even langs bij Carlo van CC Fashion. Want die heeft dus een blijkbaar echt hele handige shirts. Wat moet een e-sport shirtje volgens Wouter hebben? Het moet sowieso de kleur blauw hebben. Dat is onvermijdelijk. Het moet redelijk sportief eruit zien. Maar niet wel verhullend van enige vetklap en zo. Want ja, dat moet je natuurlijk niet kunnen zien. Dus wel ruim zittend. Maar wacht even. Maar ook wel strak. Ons team heeft geen vetklap. Nee, zijn het allemaal? Het zijn allemaal fitboys. Oké. Nee, dan maakt het niet uit. Dan moet je gewoon gaan voor de volledige strakke, sportieve, lichtelijk glanzende look. Vind je? Ja, het moet wel iets zijn wat je ook gewoon normaal zou kunnen dragen. Niet dat, soms dan zie ik echt dingen langskomen en denk ik van... Geen polo, oh, toch? Nee, wel gewoon van het ademende stof. Weet ja, je dat, weer. Ja, dat wil ik. Ja. We zijn bijna... Blauw is ook aanpasbaar, hè, naar verschillende kleuren. Ja, dat is waar. Kun je blauw eens wat gemaakt van een ja, blauwe. Maar we hebben nu een apart Team Power Limited logo. Een soort van rondje. En misschien kunnen we dat nu alvast in beeld laten zien. Een beetje een soort van de mock-up. En hij kan ook dus van die ronde patches maken die je dan op je rugzak kan maar die kleur kan nog niet veranderd worden? Ja, die kleuren kan ook. Hij heeft zeg maar zwart-wit en dan het PU in het midden. Dat kunnen we dan alle kleuren eigenlijk wel doen. Ja, als je dat blauw maakt dan... Of paars. Ik vind paars altijd mooi. Omdat mijn favoriete turtle Nintendo Donatello was. Nintendo was je favoriete turtle? Donatello? Ja, oké. Okay. Ja, paars is altijd een winnaarskleur, sowieso. Maar goed, we gaan dus een shirtje vinden. Hey, Carlo. Hallo. Aangenaamd. Carlo. Aangenaamd. Ik zie daar ook PSV. Ja. En als het goed is zie je ook Feyenoord. En als het goed is zie je ook Genk. En als het goed is ook Telstar en Vitesse. En jullie doen, dat is best wel... Ja, daar doen wij allemaal de merchandise voor. Oh, oké. Okay. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk best wel een grote speler op het gebied van shirtjes en bekleding. In de textielbusiness zijn wij een redelijk groot speler, ja. En die naaien allemaal met die naaimachine. Ja. Ja, en dan strijken we met die strijkbaan. Ja. Maar dus echt polo's, hoodies, sweaters... Wat je maar kunt bedenken dat als maar textiel is. Ja. En daar hangt een handdoek. Ja, is ook textiel. Jullie gebruiken ook gewoon merken. Ja, natuurlijk. Okay. Nou, als jij zegt ik wil Nike hebben, dan hebben we een hele Nike, Nike collectie hier. Oh, ja. Het is gewoon een 100% katoenen t-shirt. Oh ja, precies. Ja. Weinig comfort. Ja. Prijstechnisch gezien heel interessant. Deze heeft hij gebruikt voor zijn team. En dat is met een elastan. Oh, ja. Dus dat geeft iets meer draagcomfort. Er zit wat rek in. Het is ook een beetje sportiger, meer sportiever, zeg maar. Iets sportiever, ja. Ja. Oké. Hier ga je enorm in zweten. En enorme over. In de muren, ja. Oh, echt? Ja, dat ademt verder niet. Dus als je gaat zweten, wordt hij nat, dan blijft het erin hangen. Maar wat is dan hier het voordeel van? Waarom neemt toch mensen dit? Als het zo de laatste tijd in de sportwereld is het niet meer die, maar is het alleen nog maar dit. Dit noemen we tri-blend. Dit is gemaakt van drie kwaliteiten. Daar zit een stukje polyester in, een stukje elastan in en een stukje katoen in. Dus die heeft eigenlijk alles van alle drie. Ik heb van die fans shirts. Er zit zeg maar op de borst zit zeg maar een klein logootje. En op de achterkant zit dan nog een grote plaat, zeg maar. Dat is ook al gewoon mogelijk, toch? Ja, tuurlijk. Heb je ook t-shirts met borstzakjes of dan niet? Weer de controller. Nou ja, nee, maar dat is. Dat heb jij nu toch ook aan? Ja, nu wel, ja. En als je daar het logo op zet, dat is ook wel eens. En dan zou je die ook nog een andere kleur kunnen doen, dat borstzak. Ja, precies. Nou, de vraag is dus. En misschien kunnen jullie me even stemmen. Dit, een bijzonder fijn stofje. Beetje rekbaar en zo. En ademend.
heel belangrijk. Deze is niet ademend. Of deze, die niet ademt is en ons team gaat vooral in zweten. Ja, dan mag toch niemand op stemmen dan? Ja. Dat is geen optie. Nee, maar ja. Of met een zakje. Stem of zakje. Of zakje. Wel serieus stemmen. Ja. Dus dan zit ik weer met zo'n zakje opgeschreven. Dus als je voor mij bent, dan zakje. Team zakje. Oké. Goed, dan gaan we kijken wat we gaan doen. En dan houden we jou ook op de hoogte. Bedankt. Ja, heel graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Hartstikke leuk om hier te zijn.